Lotte zwom de kwalificaties 200 meter rugslag in de Spelen van Moskou in 1980. Hij is nog altijd sportief actief als leraar lichamelijke opvoeding in Kortrijk. Ik ben als zwemmer nog actief, maar recreatief dan. Ik zwem nog 1 à 2 maal per week en ik trek mijn baantjes in het Magdalena zwembad. En anders om in vorm te blijven ben ik in feite een lange afstandsloper geworden. Ik heb mij omgevormd. Ik heb ondertussen al een 35-tal marathons gelopen. En de grootste avonturen hebben we, want ik loop samen met een vriendengroep in feite. Een Kortrijkse vriendengroep. De grootste avonturen hebben we beleefd op Alpenmarathons. We zijn de bergen ingetrokken en hebben daar 11 maal een marathon gelopen. Fotografie, toen ik jong was, had ik zelf een reflexcamera. En ik trok enorm veel foto's. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Intussen is dat veel verminderd. Een gezin, andere zaken. Dus die tijd nam af. En ik stak daar nogal veel tijd in. En dat verminderde wat. Maar hier, fotografie en zwart-wit. De lijnen, de structuur, het spel van de schaduw en licht, dat herken ik wel en dat vind ik zeer aantrekkelijk. Ook hier, in dit werk, vind ik ook de tegenstelling van de stekels van de egel, die zijn natuurlijke bescherming is en waarbij dat die egel denkt dat hij zich beschermt voor gans de wereld en dat hij bedrogen uitkomt, dat hij in feite een zwak diertje is die het moet afleggen tegen de razendsnelle mens in feite, die niet zo ontziend is. En het is al zo in heel de evolutie dat dieren zich altijd makkelijk aanpassen in de evolutie aan hun natuurlijke tegenstanders of om voedsel te zoeken, om andere zaken. Maar om zich aan te passen tegen de mens komen ze altijd een stap tekort, denk ik. Ik vind het nogal een pittig detail in feite voor dat werk. Ik had daarnet vernoemd dus de tegenstelling tussen die stekels en de overheersing van de mens. En de naam bacalao is het Spaans voor kabeljauw. En kabeljauw was vroeger toch een van de basisvoedselvoorzieningen die de mensen uit de zee haalden. En ook nu zet de mens de stempel in de evolutie. En is jammer genoeg dat basisvoedsel niet meer voor iedereen bereikbaar en komt bij de gewone mens kabeljauw niet zo, of is dat niet voor elke dag meer bereikbaar en komt dat niet zo heel veel meer op tafel. Mijn vrouw is onthaalmoeder. Wij zijn in feite met z'n tweeën vormen wij een onthaalgezin. Dus komen er bij ons dagelijks enorm veel baby's over de vloer. En het hangt thuis wel vol met foto's en grote kaders met fotopuzzels. Maar daarin spelen de baby's de hoofdrol natuurlijk. En dat is dan natuurlijk ook meer kleurrijker en niet zwart-wit. Maar misschien als we in de komende jaren wat meer tot rust komen en die baby's niet meer over de vloer komen en wij meer een huis hebben die meer privé is en voor ons thuis, dan gaat dat misschien wel terugkomen. Waarom niet?